Het budgetteren en plannen van filmopname is een niet te onderschatten onderdeel bij het ontwikkelen van een documentaire. Deze week organiseert Stichting De Backlot voor deelnemers aan het project DocuLab 10 voor 50 de masterclass produceren. De eerste dag, die ook voor belangstellenden open stond, waren zeker 50 deelnemers aanwezig. De masterclass wordt verzorgd door filmproducent Sabine Veenendaal, bekend van onder andere de film Menuus en Sing Song, die in 2016 in Suriname zijn opgenomen. Het project DocuLab 10 voor 50, dat loopt van 2023 tot en met 2025, is een initiatief van Stichting De Backlot in samenwerking met het Nederlands Filmfonds. Veenendaal zei gisteren tijdens de masterclass dat er veel mogelijkheden zijn in Suriname als het aankomt op filmproducties. Dus ik zou zeggen, ga gewoon aan de slag. En ook voor andere landen, hoeft niet alleen Nederland te zijn, maar ook andere landen kunnen hier naartoe. Ik heb in de zomer een beetje begeleiding mogen doen bij een commercial bijvoorbeeld die hier gedraaid is. En dat is ook gewoon gefixt met z'n allen. En dat is, ja, iedereen... Er zijn heel veel mensen die hier talent hebben. En het gaat er vooral om, dat was bij Sing Song, de film die ik hier dus een aantal jaar geleden gemaakt heb. Toen hebben we eigenlijk, ja, ik denk wel met 70% van de mensen die uit Suriname kwamen, was denk ik 70% onervaren. Maar we hebben een oproep gedaan en we hebben gezegd, wil je meedoen met de film? Geef aan wat je skills zijn, waar je interesse ligt. Misschien heb je al wat ervaring. Zorg ervoor dat je een bankrekening hebt. Zorg ervoor dat je bereikbaar bent, dat je communiceert, dat je een telefoon hebt. En als je ons ervan kan overtuigen dat jij degene bent die met ons mee kan doen, dan ben je meer dan welkom. Er is niemand uit. Voor journalist Raoul Roublal, die zelfs ook bezig is met het opzetten van een documentaire, is deze masterclass produceren zeer leerrijk. De detailinformatie helpt hem om verder richting te geven aan zijn productie. Als leek heb je een idee van wat je wilt doen, maar nog niet de tools om dat te doen. In die zin tools als in kennis om dat te doen. Je leert de filmwereld kennen van mensen die daar ervaring mee hebben. Dus eigenlijk leer je hoe je je fantasie, in dit geval je documentaire idee, moet omzetten in realiteit. En dat is waardevol, omdat we hebben mooie ideeën allemaal, maar als we niet weten hoe we dat moeten omzetten en goed moeten omzetten en volgens de structuren moeten omzetten, dan ben je eigenlijk nergens. En als we praten over ontwikkelen van de creatieve sector in Suriname, want dat komt nu vaker aan de orde, dan is het belangrijk dat we mensen ook hier hebben die dat weten te doen op de juiste manier. In het kader van 50 jaar onafhankelijkheid in 2025 worden er 10 documentaires met uiteenlopende onderwerpen over Suriname gemaakt binnen het project DocuLab.